jullie wel. BFM Serious Request. Eens even kijken bij de brievenbus. Het is 4:15, 18 minuten over 4 om precies te zijn. En ik zie daar Moïsja staan. Hallo. Hallo Moïsja, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ondanks de regen. Ja, ondanks de regen. Ja, maakt jou niet zo heel veel uit. Wat heb jij gedaan met skaten en toestanden? Ja, ik ben voor het vergeten kind 25 kilometer gaan skaten. Van Dordrecht naar Rotterdam. Oké. En dat heb ik binnen 4 uur gehaald. Zo, kijk eens even, kijk eens even. Lekker snelheidsmonster. Hey. Ben je nog geflitst onderweg, of niet? Oh, nee. Hey, en ja, dat is misschien heel onaardig om gelijk te vragen, maar heb je daar ook geld bij opgehaald? Ja. Oké, super vet. Hoeveel? 370 nu. 370 euro. En heeft het dan... Oh ja, inderdaad, ja. Ja. Ik vind het sowieso tot mijn Amersfoort. Inderdaad, dankjewel voor het applaus. Maar jij bent ook iemand die weet waarom het belangrijk is dat we geld ophalen voor het vergeten kind, hè? Jazeker. Want zou jij eens... Je bent nu 22. Ja. Je ziet er stralend uit. Je ziet er supergoed uit. Dank je. Je ziet eruit als een gelukkig mens op dit moment. Maar dat is in de afgelopen 22 jaar helemaal niet het geval geweest, toch? Nee, dat is heel anders geweest, ja. Zou je kunnen vertellen hoe je leven begon? Ja. Mijn leven begon al heel ingewikkeld. Toen ik 2 was, ben ik gediagnosticeerd met extreme angstklachten. Ja, toen hadden ze al door dat er iets misging. Dus heel veel begeleiding thuis gehad, heel veel geprobeerd. Maar mijn ouders waren voorbeeldig als de hulpverlening er was. En dan wanneer ze weg waren, ging het weer terug naar hoe het was. Ja, en hoe was dat dan? Ja, heel koud, heel koude opvoeding. Ik had een ouderrol op me genomen. Dus ik zorgde voor de kinderen en voor het huis. Want je had broertjes en zusjes ook? Ja, we waren in totaal met z'n 5. Oké. Ja. Oké. Ja. En wanneer besloot je, of wanneer ging het zeg maar dusdanig mis dat je naar ergens anders heen moest? Ja, toen ik 8 was heeft iemand een melding gedaan. Ja. Ik weet niet wie. Maar toen ben ik uit huis geplaatst. Ja. En dat zou eigenlijk voor 2 maanden zijn. Toen werd het iedere keer verlengd. 2 maanden, 6 maanden, 6 maanden. Word je dan gewoon opgehaald of zo? Ja, wij kwamen eigenlijk uit school. Ja. En mijn moeder was aan de telefoon en ze begon te huilen. En ik dacht, nou, dat gebeurt nooit. Dus ik was heel benieuwd. Ja. Dus ik vroeg ernaar en ze zei van, ja, jullie kunnen hier een tijdje niet meer slapen. En jullie mogen 2 vuilniszakken in gaan pakken met de spullen die het belangrijkst voor jullie zijn. En toen, nog geen uur later, was mijn voogd daar en nog een medewerker. En toen zijn we in een busje gestopt en verspreid onder 3 pleeggezinnen. Ja. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Dat was heel heftig. Ook vooral het feit dat ik gewoon geen afscheid heb kunnen nemen van bijvoorbeeld mijn medeleerlingen op de basisschool. Wat dan ook. Ja. En ook niet van je broertjes, zusjes, wat waren het? Ja, broertje en zusjes. Maar die zag je in 1 keer gewoon niet meer? Nee, mijn oma ook niet, 6 maanden niet. Oké. Ja. Oké, en dan kom je in 1 keer, dan ben je 8 jaar en dan kom je in 1 keer in een totaal ander gezin. Was het ver weg ook? Het was niet ver weg, maar het was heel heftig. Want je kwam daar binnen en er waren meer dan 12 pleegkinderen. Ja. Ja, het was heel pittig. Iedereen kwam gelijk op je af. En je wordt gewoon compleet in een nieuwe wereld gestopt. Zonder waarschuwing of wat dan ook. Ja, het is gewoon, laten we gewoon zeggen, het is gewoon dinsdagmiddag. De telefoon gaat en je moeder zegt, pak je vuilniszak. En 's avonds zit je met 12 andere pleegkinderen. Ja. Ja, in een kamer op een noodstapelbed, ja. Hou op hoor. Ja. Hou op. En hoe lang heb je daar gezeten? 10 jaar uiteindelijk. 10 jaar? Ja. En was het daar, ondanks dat je nu zegt van nou oké, stapelbed, noodstapelbed, 12 van, was het daar fijn? Er zijn helaas dingen gebeurd die daar ook niet goed gingen. Maar, wil je daarover praten of wil je dat niet vertellen? Ik kan er wel licht over praten, zonder namen te noemen. Ja, tuurlijk. Ik ben heel lang aangeraakt door een van de pleegkinderen daar. Dus ik heb me daar ook helaas niet heel veilig gevoeld. Wat heftig zeg. Ja. En toen, je hebt er 10 jaar in gezeten. Ja. Van je 8e tot en met je 18e dan. En toen, welke keuze heb je toen gemaakt? Ik had heel veel ruzie met mijn pleegouders. En uiteindelijk is het zo uit de hand gelopen dat ik weg ben gelopen. En diezelfde dag nog zijn al mijn spullen naar mijn logeeradres gebracht. En dat was mijn biologische moeder. Dat was een hele domme keuze van mij, maar dat wist ik destijds niet. Ja, maar je ging gewoon weer terug naar je moeder? Ik ging terug naar mijn moeder. En dus... hoe vaak had je in die 10 jaar nog contact met je eigenlijke ouders dan?
We hadden belafspraken en we hadden bezoeken gepland staan. Dus we hadden volgens mij 1 keer in de 4 weken bezoek. En dan 1 keer in de 2 weken of zo een belafspraak. Ik weet niet meer precies. Oh ja, wat sick. En dan kwam je weer bij je moeder thuis. Je was 18, je was natuurlijk 10 jaar verder en veel shit weer meegemaakt. Ja. Ik kan er bijna naar raden, dat werkt ook niet natuurlijk. Nee, het ging een half jaar goed. Ja. En toen, goed. Zaakjes. Ja, precies, ja. En daarna hadden we helaas ook heel veel ruzies en conflicten. En ging het met mij mentaal echt verschrikkelijk slecht. Ja. En toen ben ik ook heel veel naar tijdelijke plekken gegaan. En ja, heel doolhof was het. Ja, en dan ben je aan het dolen en dan ben je op je 18e. Je bent natuurlijk ook gewoon van een kind naar een volwassene aan het gaan met allerlei keuzes die je dan moet maken. Hoe sta je nu zo hier? Wat is er met je gebeurd? Dat is nog maar 4 jaar geleden. Er is heel veel gebeurd. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar hoe ben je eruit geklommen? Want dat gevoel geef je me wel. Ja, ik ben uiteindelijk na een paar verhuizingen ben ik op een woongroep gekomen waar het eerst niet goed met mij ging. Maar die mensen die hebben echt de tijd voor mij genomen en mij echt gezien. En ik ben daar langzaamaan beter geworden. Heb medicatie af kunnen bouwen. Werd niet meer vaak opgenomen. En vanuit daar ben ik naar een plek gegaan waar ik nog zelfstandiger kon worden. Ja. En nu heb ik sinds nog geen 3 maanden heb ik eindelijk mijn eigen plekje. Wat een rust. Ja. Wat een enorme rust. Ja. Niet meer gezeik om je heen, nee. Geen gedoe, ongelooflijk. Nee, het is echt zo'n verademing om om 1:30 s'nachts te kunnen douchen. Oi, ja, of bijvoorbeeld om 1:30 s'nachts te kunnen eten, weet je. Ja, zoiets, gewoon doe wat je wil. Ja. Dat is fantastisch. Hey, en dan weet je ook dat deze week die wij houden met 3FM Series Request heel belangrijk is. Heeft het vergeten kind hier nog een rol van betekenis in gespeeld voor jou? Ja, absoluut. Het, het was voor mij nog niet zo bekend als dat het nu is. Ja. Maar ik hoorde erover en ik ben er altijd enthousiast over geweest. En ik heb er helaas zelf nooit betrokken bij kunnen zijn. Omdat mijn pleegzorgmedewerkers, dat was gewoon niet echt een ding wat zij aanboden op dat moment. Je zat gewoon in een ander systeem gewoon. Daar zat jij in. Ja, andere fuik gewoon. Ja. Ja, oké. Okay. Dus helaas. Ja. En zou jij dan ook, wat is volgens jou zo belangrijk van wat zij doen? Wat is zo belangrijk? Ja, ze laten een kind kind zijn. Ja. Ik bedoel, ik heb dat zelf niet gehad. Ik had altijd een ouderrol. Ja. En ik gun het gewoon dat die kinderen daar gewoon even uit kunnen stappen soms. Ja. Ja. En daarom gaan wij deze week hopelijk heel veel geld op kunnen halen. Yes. Niet met de illusie dat we alles zomaar kunnen verhelpen middels een paar munten. Dat precies. Niet. Maar een beetje de goede richting op. Dat is wel hetgene wat we kunnen duwtje doen. In de rug. Ja. Een duwtje in de rug. Ja. Nou, ik zocht de woorden. Ja. Dankjewel dat jij ze me weer geeft. Ik vond het ontzettend fijn om even met je te praten. Ik wens je een hele fijne kerst. En dankjewel voor je skate. Hoeveel had het ook weer opgehaald? 370. €370. Ongelooflijk. Laat je horen voor Moïse Amersfoort. Hey, dankjewel voor je verhaal. Je moet het ook maar willen komen delen. Dat heb je gedaan als een baas. En thanks. Fijne kerst. Fijne kerst. Fijne kerst, hè. Doei, doei. Ciao, Moïsia. Hoi, hoi. Ongelooflijk, Moïsia. Wat een baas. Ondertussen weet jij weer heel goed waarom je moet doneren voor het vergeten kind.